Bij je reddingsvest is je veiligheid natuurlijk verreweg het belangrijkste. Dus wat kun jij zelf doen en wat moet je laten doen bij een reddingsvest? Hoe zit dat met de veiligheid van een reddingsvest? Ja, allereerst hebben we te maken met een privécheck. Dat is een controle die de gebruiker zelf doet voor het aantrekken van het vest. En daarnaast is er een periodieke keuring die uitgevoerd wordt door een servicestation. Dus de pre-wear check, die doe je zelf. Welke stappen zitten erin? Wat doe je? Allereerst kijk je eigenlijk of het vest nog in goede staat verkeert. Nou, als dat zo is, dan ga je verder. Dan scheur je eigenlijk het vest open aan de kant van het mechanisme. Dat is de kant waar eigenlijk het trekkoordje uitsteekt. Maak je het vest open. Dan haal je de long weg. En dan zie je eigenlijk het opblaasmechanisme. Nou, wat hierin belangrijk is, is de cilinder. De cilinder draai je eruit. En dan kijk je of de cilinder nog in de goede conditie verkeert. Heb ik hier twee voorbeelden voor. Dus eigenlijk moet hij er zo uitzien. Ziet er mooi glimmend uit. Dit is een gecorrodeerde cilinder. Dit is natuurlijk in slechte staat. Moet je direct vervangen. Is niet meer veilig. Verder aan de onderzijde kan je zien. Moet je eigenlijk kijken of die gepenetreerd is. Ja of nee. Als die mooi dicht is, dan is de cilinder goed. Draai hem weer terug in het mechanisme. En zorg ervoor dat je hem goed handvast aandraait. Nou, verder hebben we te maken met een aantal indicatoren. Dat zijn de groene indicatoren die je op het mechanisme kan zien. Dat is deze bij het trekkoord. En aan de onderzijde van de smeltpul is een groene indicator te zien. Als je twee keer groen hebt, kan je eigenlijk stellen, hij is in goede conditie. Hebben we als laatste de smeltpil. Dat is eigenlijk de pil aan de onderzijde van het mechanisme. Daar staat een datum op, een expiry date. Maar daar kom ik later op terug. Nou, als je deze stappen hebt gedaan, dan vouw je het vest weer in. En kan je het vest dragen. Oké, dat is dus de pre-wear check bij een standaard vest. Hoe werkt dat bij de andere vesten? Ja, we hebben ook vesten met een kijkvenster. Die pak ik graag even bij. Dit zijn eigenlijk wat luxer uitgeruste vesten. Dat zou je zien, hebben ze hier ook een kijkvenster. Wat betreft de pre-wear check volg je eigenlijk exact dezelfde stappen. Alleen met het kijkvenster zie je direct de twee groene indicatoren. Oh, dan kun je dus nog gemakkelijker van de buitenkant zien of je vest veilig is. Ja, dat klopt. Je begon daarnet over de houdbaarheidsdatum op de smeltpillen. Waar moeten we daarbij op letten? Nou, de smeltpillen worden sowieso vervangen bij iedere keuring die je doet. Daarnaast is het heel belangrijk dat je zelf ook controleert wat de houdbaarheid van je smeltpil is. Dus ik heb hier twee voorbeelden. Als je een smeltpil hebt waarbij een replace by datum op staat, dan moet die altijd later zijn dan de eerstvolgende keuring. We hebben ook een smeltpil waarbij dat niet op staat. Dan staat er een datum alleen op. Dat is de productiedatum. Bij die productiedatum tel je maximaal 4 jaar op. Nou, en die moet dus altijd nog laat of meer in de toekomst zijn ten opzichte van de eerstvolgende keuring. Dan hebben we dus dit reddingsvest met venster gehad. Zijn er dan nog meer mogelijkheden? Ja, absoluut. We hebben ook nog een hammervest. Die staat achter jou. Ja, dit is een hammervest. Die werkt aan de hand van het drukverschil in plaats van een smeltpil. Dus als je bijvoorbeeld heel veel buiswater over krijgt aan boord, dan zal deze niet zo snel activeren. Verder, wat betreft de pre-wear check, hebben we hier ook weer een kijkvenster en is dat in één keer goed af te lezen. Hij heeft een groene indicator en hij laat tevens ook de vervangingsdatum zien. Dus dat zijn de pre-wear checks, maar daarnaast moet je het vest ook extern laten onderhouden, toch? Ja, absoluut. Bestel heeft gecertificeerde keuringstations, waarbij de vesten gekeurd worden. Waarbij we eigenlijk een opsplitsing maken in recreatieve vesten, die iedere 2 jaar gekeurd moeten worden. En professionele vesten of vesten die veelvuldig gebruikt worden of gedragen worden, die moeten ieder jaar gekeurd worden. Dat is helder. Die keuringstations, waar vind ik die dan? Op de beste website staat een overzicht van alle servicestations en collection points. Oké, dus bij een reddingsvest, je doet zelf een pre-wear check. Je laat hem 1 keer per jaar of 1 keer per 2 jaar laat je hem keuren. Wat is er dan nog belangrijk als je een reddingsvest draagt? Ja, eigenlijk het correct dragen van het vest is heel belangrijk. De tijenband moet goed aansluiten op het lichaam. Doe altijd de beenband vast. Deze moet ook goed aansluiten op het lichaam. En dan heb je nog eigenlijk stukjes band over. Zorg altijd dat je die goed wegstopt, zodat ze niet in de weg gaan zitten. Dit geldt voor volwassenen en voor kinderen.